In 1949 was Nederland een van de 12 oprichters van de NAVO. Sindsdien heeft het bondgenootschap driemaal een Nederlandse secretaris-generaal gehad, waaronder die met de langste termijn, Jozef Luns, van 1971 tot 1984. De anderen waren Dirk Sticker van 1961 tot 1964 en Jaap de Hoop Scheffer van 2004 tot 2009. Met de naderende NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders vroegen wij een aantal Nederlanders wat het bondgenootschap voor hen betekent. Sommige antwoorden waren heel poëtisch. Mijn naam is Bengt Sitter, ik ben 21 jaar oud. Ik studeer geschiedenis in Leiden. En waarom is NAVO belangrijk voor mij? Aangezien ik een historicus ben, is het heel bijzonder als je kennis van het verleden hebt om te realiseren dat er zoiets bestaat als de NAVO, dat je Europese landen hebt die eeuwen tegen elkaar hebben gevochten en nu samen met Amerika over de oceaan een defensief verbond vormen. Dat is uniek en dat moet je goed beseffen. Ik denk ook dat tegenwoordig NAVO weer heel relevant is geworden met nieuwe bedreigingen vanuit Rusland, vanuit IS, cybersecurity, hybrid warfare. Het zijn allemaal belangrijke dingen. Dus het is belangrijker dan ooit om te geloven in de NAVO. Mijn naam is Sjaak Kroes en ik heb een gedicht geschreven over de NAVO en dat wil ik graag met jullie delen. Op de landkaart vind je vormen. Geschoven platen geven cijfers, maar de verdeling zegt soms oorlog. Vrijheid, ze is ontmuurd, maar belijnd. Zelfs Berlijn, verenig, schep allianties. De NAVO is belangrijk. Bezoekers van de Keukenhof beseffen dat kleuren mengen, dat ze samen recht van bestaan hebben. Scheveningen strand, je bent sterk aan de kustlijn. En mannen mogen hand in hand, breng vrede op de kaarten. Schep nieuwe lijnen rondom westerse waarden, breng culturen samen. Ik ben Saskia Christoffersen, 21 jaar. Ik studeer geschiedenis in Rotterdam. En NAVO voor mij betekent veiligheid en een stukje bescherming. Maar ook dat landen samenwerken eigenlijk om elkaar te beschermen. En in deze wereld moet je ook realistisch zijn. Je kan je niet verdedigen zonder een eenheid uit te stralen. En voor die eenheid, voor die veiligheid, is NAVO cruciaal.